Dat is op zich niet zo'n slecht idee, Glaceon. Dus op het moment dat ik deze drie ga combineren met de Beetle Armor, dan zou dat een... Hoe heb je dat geleerd? Wauw, dat is geweldig! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria 1.3.4. Ik ben weer Stevie terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering heb ik jullie een nieuwe wereld laten zien en zijn we erachter gekomen dat de golem in een normale tempel alsnog bitter kan zijn, maar redelijk te doen is om hem te verslaan. In deze aflevering, nou ja, Glaceon die heeft een hele handige truc. We kunnen de Beetle Armor maken. En dan kunnen we kiezen, willen we meer damage gaan doen? Of willen we meer defense hebben? Nou, het nadeel is je defensive buff die verandert. En ik denk, we hebben al best wel veel defense gehad. Want deze die geeft 27, dus dan gaat de defense ietsje omlaag. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van, ja, we hebben dan dadelijk... we hebben de leggings, die hebben we ook al. Dus die wil ik ook al eventjes bij hebben. Maar, ja, critical strike chance 5%. Deze, dan ga je zoveel damage doen met je melee. Dat is echt een enorme bonus. Dus ik denk dat ik voor damage ga in plaats van... ik denk dat ik echt voor offensive ga in plaats van de defense. Dus laten we dit gewoon zo heel eventjes gaan maken. Ik bedoel, we zitten dan nog steeds op 73. We zaten op 81. Dus we zijn een beetje omlaag gegaan. Maar de set bonus, Beetles increase your melee damage and speed. Dat is gewoon echt geniaal. Gewoon, die wil je gewoon echt hebben. Dus, Glaceon, bedankt voor de tip. In deze aflevering ga ik ook heel eventjes hoi zeggen tegen Riley, want dat is onze traveling merchant. Waar zit hij? Riley! Oh, Riley! Wacht eventjes. Jij hebt een kap tea, maar waar is Riley? Riley? Nou, daar ben je. Je bent bij de truffel! Hoe heet onze truffel? Heet hij Mario? Onze paddenstoel Frico? En misschien is het ook wel handig om een timer aan te zetten om te zien hoe lang dat deze aflevering ondertussen bezig is. Dat is natuurlijk ook altijd handig. Hoi. Cremony! Oké, okay. Cremony. De Gatler. Ja, dat is een soort van super machine gun, magic hat, DPS meter. Ik weet niet of ik al een extra ammo box heb. Ik neem er gewoon een extra ammo box mee. Ik bedoel serieus, we hebben meer dan genoeg monies. Wat ik nou heel eventjes wil gaan doen, is ik wil eerst eventjes terug naar de jungle om heel eventjes daar onze stuff op te gaan halen. Dus laten we heel even ons geld eventjes veiligstellen. Ja, ons geld van de vorige wereld is natuurlijk meegegaan. Omdat, hé, dat zit hierin. Net zoals de golden bunny die we daar hadden. We hebben nog steeds 4 plaatsen in hem coins. En even kijken. Ik zie hem hier toevallig. Ja, we hebben hem hier eentje. Hé, om er eentje portable bij te hebben. Een ammo box is ook altijd handig. Dus waarom ook niet. Ik zie jullie in de jungle temple. Dat is net zo makkelijk. En, oh ja. dat is handig als je je vleugels uitzet. Dat je dan niet... Dank je. Ik ben echt dom. Ik kan jullie ook laten zien wat dit nou precies hier is. We hebben hier ook een teleportatiesysteem. Net zoals dat ik in de oude wereld had. Deze, als ik me niet vergis, brengt deze ons naar de dungeon? Oh, die brengt ons naar het fisherman's huisje. Oké, okay, brengt deze ons naar de dungeon? Deze doet de lampen uit en aan. Oké, okay. Waar brengt deze ons naartoe? Deze brengt ons naar de dungeon. En daar willen we nou voorzichtig voor zijn, want daar zijn nu vijandjes en die kunnen een baas oproepen. Dus die willen we nou nog niet oproepen. En deze die bracht ons dan naar de jungle, dacht ik. Oh nee, die brengt ons naar de ondergrondse farm. Ben ik daar al geweest? Nee. Ik heb hier namelijk toen, zoals ik al zei, ik heb hier veel meer tijd ingestoken. En hier had ik dan een ondergrondse farm neergezet. Waarin dat ik dus kon farmen voor items die we dus nodig hadden. Arme Jolteon. En ja, dat is dus hier helemaal jungle geworden. Omdat, ja, ik heb hier volgens mij ook Plantera gewoon bevochten. Dit was een mushroom biome. Daar heb ik weet niet hoeveel truffelworms verzameld. En op het moment dat ik dacht bij me eigenlijk van ja, ik heb nou wel genoeg truffel zut verzameld. Die betalen, die verkopen eigenlijk best wel goed. Toen spande hier, net zoals dat er weer nu eentje is gespand, een truffel, of een truffel, en een Plantera bulb. En daar was ik heel erg blij mee, want dit was een ideale plek om te zeggen van, nou, we battelen hier tegen Plantera. Plus, we kunnen hier Souls of Light krijgen. Dus ja, deze farm is op zich wel heel erg goed. Enigste nadeel is, we moeten naar de Jungle Temple. Ja, en die kunnen we niet zelf natuurlijk creëren. Dus, laat ik daar nou toch maar naartoe gaan. Oh ja, die gast die hadden we hier ook nog niet. Hoi.
Nou ja, nou wel. We moeten met hem praten, dan staat hij gewoon standaard in je huis, dus dat komt wel goed. Nou, laten we hier eventjes gelijk alles wat er nog in die kistjes over zat even gelijk meenemen en meestelen. En wat ik ook heel erg belangrijk vind, is om dus eventjes dit soort dingen mee te nemen. Om die natuurlijk te kunnen gebruiken bij onze eigen farm. We kunnen onze seconde timer kunnen we meenemen. Deze die kunnen we meenemen. Heb ik nog genoeg ruimte voor alle traps? Ja, daar heb ik wel genoeg tijd voor. Dus het nadeel is wel, ik kan helaas dus niet mijn dingen meenemen. Mijn, de wires die ik hier heb ingezet. Maar ja, daar hebben we wel wires voor thuis. Dus ik zou zeggen, laten we naar huis gaan en laten wij de perfecte golem trap gaan maken. Nou, dit kan nog wel een beetje lastig zijn, want we willen dus echt de golem een paar keer gaan verslaan. Maar zoals ik al zei, dit kan een beetje lastig zijn. We willen hem in onze battle arena zeker neer gaan zetten. En het voordeel wat we dus hebben is, op het moment dat we dat gaan doen, is dus, ja, de golem is dan makkelijker te verslaan. Dus het nadeel is wel, dit werkt niet. Want hij springt hier makkelijk naar boven toe. Nou ja, aan de andere kant, we hebben de holy arrows. Maar ik denk ook niet dat ik dit echt helemaal extreem wil gaan aanpassen. Wat ik wel wil gaan doen, is ik wil hier eventjes de seconde timer neer gaan zetten. En ik wil hier onder de keizers neer gaan zetten. Dus laten we heel eventjes de plants gaan halen van, oh, laten we vooral in de lava eventjes gaan duiken. Maar laten we heel eventjes de plants neer gaan zetten van, goh, wat kunnen we hier nou het beste neer gaan zetten? Wat is nou het fijnste om eigenlijk te doen? Waarom zet ik hier die banners neer? Die banners hebben hier totaal geen effect. Dat schiet niet op. Ik ben eventjes bezig. Laat me rust. Het is nog niet eens een bladmoon of iets. Oké. Traps hebben we nodig. We hebben wire hebben we nodig. Even kijken. Hier hebben we de geysers. Flame traps. Die moeten aan beide kanten komen. De super dart traps. Die wil ik zeker erin gooien. Spear traps. Die kunnen we aan de onderkant. Ga nou eens fietsen. Ik vind het zo stom. Die beesten die door. Je kunt niet veilig staan in expert mode. Dat is zo stom. Deze die kunnen we op zich daar wel beneden kwijt. Spike ball traps. Een paar tot daar aan het stuiteren is. Waarom ook niet? Ik bedoel serieus. Dat is gewoon één grote death trap. Spear trap. Spike ball trap. Spike ball trap. Ik heb heel veel spike ball traps. Oké, nou dit zijn de traps waar we dus mee moeten gaan werken. Oké. Hier heb ik dan de wires. Hier heb ik dan de plan. Die hebben we dan nodig om dingen te kunnen maken. Dat gaat wel goed komen. Ik hoef niet zelf te tp'en. Dus ik denk dat we hier best wel leuke dingen mee kunnen maken. En vlieg, ja, ik heb eventjes de lava jam, die zetten we wel eventjes daarop. Dus. En de yo-yo skill, dat mag hij wel weer worden. Vooruit. Goed. Dus het nadeel is, zetten wij hier dadelijk onze setup neer. Ja, dan krijgen we dus, oi. Dan krijgen we dus het probleem van, heel erg leuk dat je dat allemaal daar neer wil gaan zetten. Maar de golem die zal hier nooit inspannen. Er is een kans dat hij misschien heel eventjes dom is en hier inspringt. Maar echt de damage. Oh, dat wou ik eigenlijk niet doen. Maar de damage bonus die we dus eerst zouden krijgen. Ja, die krijgen we dan op dat moment dus niet meer. En hier baal ik nou van, want dan kan ik daar geen blokje meer neerzetten. Is dat een probleem? Nah. Zo. Oké, nou. De flame traps, die wil ik dan laag hebben. Ai. Oké. En de spear traps. 1, 2, 3. Ik denk dat 3 wel zat. Dus ik bedoel, het hoeft geen overkill te zijn. Dus ja, dat zou wel moeten kunnen. En dan kan ik hier onderal zo minen. Dat kan ik. Nice. Oké. Dan wil ik dus, ik weet niet. Ik wil eigenlijk heel veel spikeballs aan de zijkanten hebben. 4. 4 aan de zijkant zou zat zijn. 2, 3, 4. En dan gewoon in het midden die spear traps. Omdat ja, ik sta zelf het meest in het midden. Dus. Nou, dan gaan we dat ook nog even aan de andere kant maken. Dus. Ik vind het nog steeds knap hoe dat jij gewoon in de lava blijft staan, Glaceon. Dat vind ik echt super knap voor jou. Ik bedoel, serieus. Ik weet dat je les hebt gehad en al, maar dan nog. Ik bedoel, oké, deze gaat dan hier. Zo. En dan de super dart traps. Had ik daar ook 3? Ja, toch? Ja. Oké, dus we hebben die traps, Het wordt hier heel erg druk op het moment.
Nou wil ik die gijs dus nog hieronder neer gaan zetten. Nou, dat kan dan gevaarlijk worden, want als ik daar een misklik bij doe, dan valt de lava weg en ik wil niet dat de lava wegvalt. Dus, oké, dan gaan we hier naartoe. Hou hem tegen, hou hem tegen, hou hem tegen. Hij doet bijna pijn. Stomme. Ga nou eens weg! Oké. 1, 2. Oh, dat staat niet goed. Ik denk niet dat ik daar kan bouwen. Damn. Oh, ken ik wel. Gelukkig maar. Oké. Pickaxe. Dat zijn 3 al. 4. Dat is een foutje van mij. Natuurlijk wel eventjes een beetje dat ding daar in de gaten houden van tot ik wel genoeg tijd heb. Oké, we zitten nu op 5. Ik kan daar nog naast eentje neerzetten. Trouwens, ik denk dat ik ze hier dan even neerzet. Zo ver mogelijk in het midden van die spuiters. Op het moment dat je ze daar namelijk neerzet, dan als vijanden er overheen springen en ze worden geraakt door zo'n vuurtje. Op zich niet zo verkeerd. Mijn pickaxe. Dus daar zie je er eentje. Ik bedoel, we hebben de zet. Ik word er zo annoyed van. Misschien moet ik een calming potion gebruiken op mezelf. Oké. Goed. Die hebben we. Dan gaan we deze nou snel plaatsen. 1. Ik ga niet weg voordat ze allemaal geplaatst zijn. Oké. En als ik me niet vergis, en dat is het leukste met de plan, kunnen we hem uit ons hand gooien. Nee, maar dan kunnen we dus zelf kiezen welke kleur dat we willen doen. En als ik het goed heb, kunnen wij dus heel mooi zo eigenlijk alles activeren zonder dat we dus ons in gevaar moeten brengen. En volgens mij was dat vroeger dus niet zo. Oké, alle traps die zijn nou gecombineerd met elkaar. Oh, dat ziet er gaaf uit. Ik heb medelijden met de vijanden die hieronder gaan staan. Dit is gewoon één grote death room. Goed zo. Maar ja, het punt is, wij willen de golem eigenlijk gaan farmen. Gaan deze traps ons daarbij helpen? Nou, ik denk dat de traps ons ook wel een beetje een probleem gaan geven. En sterker nog, ik wil hem juist nou met de holo arrows gaan proberen te verslaan. Dus ja, hij kan gaan rondstuiteren. Ja, hij kan overal naartoe. Dus ik ga heel eventjes kijken of ik mijn setup goed kan veranderen. En tot ik ervoor kan zorgen dat wij dus de golem zo kunnen gaan verslaan. Lijkt me heel erg leuk om hier de golem inderdaad mee te gaan farmen. Dus ik ga heel eventjes mijn inventory kleren en ik zie jullie in een seconde. Dit duurde precies 523 seconden. Oké, ik heb mijn inventory clear en nou lijkt het mij heel eventjes leuk om heel eventjes te kijken bij mijn oors, want ik ben al eventjes wat met oors bezig geweest. Dus ik heb 14, was het nou 14 of 15? Ik weet het niet meer, want ik wil dus eventjes een nieuw helmpje maken. De reden is van, ja, we hebben nou de bullet en ik wil eigenlijk de arrow hebben en dat is deze. Dit is de arrow, ja. Die wil ik heel eventjes gaan maken, want dan kunnen we namelijk meer arrow damage gaan doen. Want ik wil dus deze bad boy gaan gebruiken. Ik bedoel serieus, die doet zoveel damage. Dan hebben we die hebben we niet nodig. Deze die hebben we nodig. Dus dan kan de lava charm, die kan uit. Nou ja, aan de andere kant. Ik denk dat ik het zo ga doen. Dat nou. Die mag dan wegblijven. Ik denk dat ik het hiermee wil gaan doen. Ik bedoel, oké, we hebben niet zoveel damage of defense. Trouwens deze, wacht, we kunnen hem zo neerzetten. Ik kan ook een X-emblem maken. Heb ik er nog voor een X-emblem? Ik bedoel, nou doet deze, die doet nu 117 range damage. En dat kan er omhoog lopen, want op het moment dat we stilstaan... oh nee, op het moment dat we niet stilstaan doet hij 80 en nou doet hij 100. Maar goed, we kunnen een, misschien kunnen we zo'n X-emblem maken. Even kijken, want ik had volgens mij nog van die dingen liggen, ja... deze daar wil ik niks meer aan doen, maar ik kan dus één zo'n symbool maken om ervoor te zorgen dat. Eens even kijken, dus dan moet ik heel eventjes bij de hard mode. Ik mis het om het eigenlijk hard mode te noemen. Even kijken, soul of fright, 1, 2, 3, ja, daar hebben we er 5 voor nodig dan. Souls of sight en souls of might. En dat geeft dan gewoon een complete... Attack up als ik me niet vergis. Eens even kijken, waar zit hij? Volgens mij was dit nodig.
Souls of Fright, Souls of Sight en Souls of Might. Toch? Ik heb er al eentje gemaakt. Is het niet bij de tinkerer? Ah, kijk, hier. Nou, en als we die... Wat hebben we er eigenlijk op zitten? Twee melee speed. Ik wil geen twee melee speed. Wie wil dan een twee melee speed? Serieus. Wil jij twee melee speed? Ik wil geen twee melee speed. Reforge! Laten we even kijken of we hier nog iets leuks van kunnen maken. Nee. Drie melee speed. Ik wil geen melee speed! Ja, we gaan mee melee speed. 4% critical strike chance. Die heb jij toch ook, of niet? Menacing. Wacht, heb jij gewoon... Ja, je hebt 4% damage. Ja, het neemt heel veel defense weg, dus... Ja... Ik wil proberen... Ik denk dat ik wil warding. Ik wil warding. Quick. Dus movement speed. Oh, dit gaat echt heel veel geld framen. Violent. Als nou nog een keer critical strike chance komt. Ah, daar hebben we een warding. Gelukkig. Oké, nou dan kan die daar en die daar. Heel mooi. Nou, dan hebben we dat hebben we in ieder geval ook compleet. We hebben de Shroomite Helmet. Die hebben we nou ook geëquipt. Dus laten we ammo eens eventjes pakken. Ammo, health potions. Ammo, hier. Die hebben we niet nodig. Crystal Bullets hebben we nou op het moment niet nodig. Doe maar twee stacks Hollow Arrows. Of Holy Arrows. Voordat ik ze ook uit wil schelden, van maakt het uit. Even kijken. Hard Mode Oars. Dan mag dat weer bij. Ja, de Oars die zijn een beetje anders. Ik heb niet de Oars meegenomen. Alleen de Glorified heb ik meegenomen van een andere wereld. Hier zat helemaal geen Glorified in. Dus geen gejeet, gelukkig. En ja, dit zijn natuurlijk de andere bars als die we gewend zijn. En de reden dat hier een Meatwheel staat. Ja, hier heb ik ook gevist. Een beetje extreem gevist. Goed, dat is klaar. Dan hebben we alleen nog maar de bossen nodig. En dan kunnen we de golem gaan proberen te bevechten. Kistje. Eens even kijken. Hier hebben we bossen. 9 truffle worms. We kunnen nog een keer de mechanical worm. We kunnen ook een solar eclipse doen. Maar daar wil ik eerst de sunstone voor hebben. Dus, nou, waar ga ik hem neerzetten? Ik zou hem in het midden kunnen plaatsen. Maar dan vind ik een beetje te linker soep. Dus ik denk dat ik hem hier neer ga zetten. Gewoon kijken wat er gaat gebeuren als ik daar dan gewoon ga staan. Dus ik denk dat ik hem hier gewoon neer ga zetten. We hebben deze. Mag ik heel eventjes mijn potions? En we hebben nog een potion of regeneration trouwens. Die wil ik wel erbij hebben. Heart reach potion. Calming potion. Oftewel, er komen er minder vijanden. Defense potions. Shine potions. Die hebben we niet nodig. Archery potions. Oh, die hebben we heel veel nodig. Archery potions. Zorg ervoor dat we nog meer damage gaan doen. Oké. Kan ik potions of regeneration maken? Dat is de vraag. Even kijken. Health potions. Seed plants. Ik zie hier geen sunflowers tussen staan. Wel daybloom seeds. Dat wil zeggen dat ik dus moet gaan bloempotten maken. Ik heb geen daybloom seeds hier. Darn. Oké, we hebben geen potion of regeneration. Maar ja, we kunnen hier cheaten en gewoon eigenlijk heel snel zeggen van... kom, we gaan gauw naar boven toe. Ik bedoel, serieus. We hebben ons point, hebben we proven. Laten we gewoon in leven gaan blijven. Laten we hem gewoon nou oproepen. En laten we onze pijlen en boog maar gelijk even gaan pakken. We kunnen nog steeds eventjes cheap zijn en dan eventjes een paar regenwolkjes ook eventjes neerzetten. Hier eentje, daar eentje. Hartstikke leuk. En ja, we gaan het gewoon doen. Komt u maar. Eens kijken hoe snel dat we hem neer kunnen halen. Buffs. How is it hanging? Volgens mij gaat hij zo beginnen met zijn laseraanvallen. Ja hoor, daar zijn zijn laseraanvallen. Not even a challenge. Ja, hij staat in de traps. En ik herinner me eigenlijk dat ik dus één ding bij de traps vergeten ben. Want de spears die doen het niet. En de booby traps die doen het nou niet. In verband met ik ben zo slim geweest om te vergeten om die dingen daar neer te zetten. Serieus, who needs a health potion? Wrecked, son. Ja, we gaan gelijk door, we gaan gelijk door. Nog eentje, hoppakee, gelijk doorgaan. Serieus, oh, get wrecked. Oh, wraak van die troll move die je dus op de vorige wereld hebt gepland. Dus zoals je kan zien, deze ballerina die is ook ietsje hoger, ietsje breder. De reden daarvoor was, ik had hier verreweg gewoon veel meer tijd voor. Dus alleen op het moment dat ik de let's play ben gestart, ben ik hier nooit mee verder gegaan. Dus... aan de ene kant jammer, aan de andere kant best wel een opluchting eigenlijk. Want ja, het is de redding voor de let's play. Get wrecked. Het is niet handig als jij hier gaat staan. Want ik ben hier namelijk nogal bezig met... golems neer te maaien. Nou ja, als jij mee wil helpen, ga je gang.
Je ziet hem daar aankomen. Ik bedoel die traps. Who needs a trap? Ik bedoel, serieus, kijk naar de damage die we doen. Ik ga gewoon even stil proberen te staan. Hey, wacht even, gewoon stil. Oké, dat doet wel veel damage, jammer. Oké, ik doe hem ook wel veel damage, daar niet van. Ah, het is jammer dat hij dan bij jou blijft staan. In combinatie met die andere is het eigenlijk best wel goed. Ik bedoel, vergeet niet, hij geeft dus een item waardoor dat als jij stilstaat... ...dat je dan meer life regen zou hebben. Ah, leuk. Oh, zie onze... Ik hou ervan als je die pickaxe hebt en je gewoon hem echt op de surface kan perfecten. Ik hou van dit wapen. Dit is ook het wapen wat ik eigenlijk tegen Duke Fishworm wil gebruiken. Maar dan wel... Nou, eigenlijk niet dit wapen, maar een ander wapen. Maar dat zullen jullie dan wel zien. Ja, we gaan gewoon door. Hoeveel hebben we hem nou al verslagen? 4 keer? We gaan gewoon door. Fast forward deze zooi. Nou, ik denk dat 10 keer ondertussen wel genoeg is geweest. Ik denk dat we nou wel de Sunstone te pakken kunnen krijgen. Heel erg jammer dat ik deze traps vergeten ben aan te zetten. Maar dat is zeker iets wat ik zeker nog wil gaan doen. We hebben er nog genoeg over. Dus mochten we de Sunstone niet te pakken hebben gekregen... Ja, dan zou dat heel erg vervelend zijn. Oké, wat hebben we hier? De Hurtful Stinger. Die schiet Explosive Bolts. En dat zijn die bolts. Oké. We hebben weer de Zealous Golemfist. Dat is een melee wapen die ik niet zo gaaf vind. Persoonlijke mening. We hebben de Heat Ray. Die schiet een vuurlaser. Hartstikke leuk. Nog een stinger. Possessed Hatchet. Is een soort van boomerang wapen. Ik weet niet of je die trouwens kan stacken. Ik hoop van wel. En we hebben weer een pickaxe. En nou moet ik al eventjes dingen gaan verkopen, want we zitten niet met genoeg inventory space op het moment. Dus ik bedoel, al die Beetle Husks, die hebben we nou niet meer nodig, dus die kunnen we allemaal gaan verkopen. Dus laten we dit heel eventjes gaan verkopen. Oh, zie al die health potions. Deze, die kennen allemaal weg. Hoe niet, een lens? Kijk hoor, dat mag weg, die mag weg. Nou ja, die wapens, ik zal ze niet gebruiken, dus daarom wil ik ze allemaal gewoon toch verkopen. Dit mag weg, die mag weg, die mag weg. En die mag weg. Jij bent shameful. Jij bent gewoon default. Shiny Shell mag nog eentje weg. Die mag weg. Jij mag weg. De bolts mogen weg. Deze potion die zetten we gewoon heel eventjes hier neer. Oh, moet je kijken hoeveel potions, joh. Oké. De Sunstone. We hebben hem. Oké, mission accomplished. 2 Sunstones. Nog een hatchet erbij. En nog die Eye of the Golem die we dus ook nog eentje hebben. Volgens mij hebben we alle items die we van de golems kunnen krijgen... Ik zal nog één zo'n extra ding eventjes bewaren. Maar de reden waarom dat de Sunstone zo belangrijk is... ...is als ik naar mijn accessoires toe ga... ...weten jullie nog dat wij een Mooncharm te pakken hebben gekregen? Neptune Shell te pakken hebben gekregen en een Moonstone? Nu hebben wij dus ook de Sunstone. De achievement of de buff die erop zit, die maakt niet uit. Dat is juist het mooie van deze combinatie. De Sunstone die geeft namelijk extra stats... Als je het overdag draagt. De moon doet hetzelfde, maar dan in de nacht. Hoe gaaf zou het zijn om die twee te kunnen combineren? Nou jongens, dat is mogelijk. Celestial Stone. Minor increase to damage, melee, critical strike chance, life regeneration, defense, pick speed en minion knockback. Dus echt heel veel increase. Maar ja, dan heb je ook de moon charm en de Neptune shell. Moonchan, dan zorg je ervoor dat je een weerwolf wordt, waardoor dat je, ik geloof, ook weer een kleine stat buff s'avonds krijgt. En de Neptune Shell zorgt ervoor dat je in het water vrij kan bewegen, alsof dat er dus geen water is. En dat je dus gewoon kan zwemmen en dat je ook oneindige zuurstof hebt. Ook weer een hele leuke. Die kunnen we samen ook nog eens een keer combineren. En ja, jullie hebben het al door. Die twee kun je ook samen combineren. En dan heb je de Celestial Shell... Die dat allemaal tegelijkertijd doet. Wauw. Dit ding is een tank. Dit ding wil je gewoon hebben. Ik denk dat ik heel eventjes ga
kijken. Even naar de accessoires. Want ik zie dus, ik heb zoveel accessoires ondertussen bij me. Accessories. De warm scarf. Ja, die wil ik wel bijhouden. Die wil ik bij me houden. De yo-yo bag, die hou ik eventjes daarbij. Hier heb ik trouwens de ninja gear heb ik hier ook al gemaakt. Dat is jammer, want dat was in de vorige wereld dat ik die daar gemaakt had. Angry Lava Charm. Music box, nooit gebruikt, jammer genoeg. Die wil ik wel houden. Ik denk dat ik hem zeker eventjes hier neer ga zetten. Ik bedoel, serieus, hij doet al een damage increase, dus dan hebben we het kruisje niet echt nodig. Maar, nou ja, wacht eventjes. Ja, we zitten nou met pijl en boog, dus... Oké. Heb ik niet toevallig mijn hengel? Nee, oké, die heb ik niet verkocht. Wij gaan eventjes hem reforgen. En ja, dit is een duur ding om te reforgen. Vergeet niet, we hebben maar twee platinum coins, zeg ik. Met vijf platinum coins in mijn inventory. Oké, laten we gaan reforgen en niet op pijlen gaan schieten. Oké, jacked. Dat willen we niet. We moeten dus naar de 33. 4 critical strike chance. Ik ga het voor. We gaan het gewoon doen. Ik bedoel, die is wel warding. I don't care. Ik ga gewoon echt voor critical strike. Dit is gewoon echt een ding. Die wil je gewoon 100% geëquipt hebben. Goed. Nou, dan ben ik zeker nieuwsgierig. Hoe gaan wij het doen tegen een moon, een solar eclipse? Want dan kunnen wij misschien de Terra Blade te pakken gaan krijgen. Ik denk dat onze setup daar perfect voor is. Dus ik denk zeker dat we dat gaan proberen. Maar dat gaan we proberen in de volgende aflevering. Aangezien dat we in deze aflevering al ook weer heel veel voor elkaar hebben gekregen. Heb ik science bij? Nee, hè? Oh, wat jammer. Oh, wat jammer. Heb ik nog science trouwens? Volgens mij wel. Heb ik hier nog science? Science. Ik zie hier een science liggen. Maak ze dan! Ja, maar ik... Ja, oké, ik zal gewoon... Weet je waar, ik ga gewoon lui wezen en ik ga er gewoon een paar maken. Waar maakt mij het uit? Hoe niet extra science als je ze zelf kan maken? Zo, science. Zo. 36 science moet genoeg zijn. Is dat niet een beetje overdreven? Jawel, maar who cares? Goed. Dus ja, we hebben deze rits hebben we nou gedaan. En dat vind ik wel grappig, want het is dus echt 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Dus dat ga ik hier ook zo doen. Dus we beginnen in deze hoek met comment 34. Heel raar systeem. Ik heb het echt heel verkeerd neergeplakt, maar dat maakt niet uit. Oké, dus comment 34. En zoals altijd zie ik jullie in een seconde. En de reactie die komt van Minty Gaming AJ. En die had geschreven... Ik kreeg nooit reactie op mijn comments trouwens. Fenneker, Shapy! Ik weet niet waarom dat ik je dat stemmetje geef, maar in ieder geval, je krijgt een reactie, want je staat in het huisje van de awesome comments! Yay! En ook al is het februari, jij ook, Fenneker. Ik maak er gewoon fijn carnaval van. Mocht ik een carnaval vieren, ik ben er zelf niet zo'n fan van, maar fijn carnaval misschien, als je dit kijkt, wie weet. Dus in ieder geval bedankt voor de comment. Heb je zelf nog een leukste momentje? Laat het weten in de reacties, als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Hashtag golem is easy. Nu. Gewoon golem is easy. Tenminste, daar ben ik wel tevreden over. Denk ik zo. En natuurlijk, laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. Ik hoop jullie allemaal weer te zien bij de volgende aflevering. Dan gaan wij dus een solar eclipse doen. En dan gaan we eens even kijken of wij al het moon event al gedeeltelijk kunnen gaan starten. Zo, dat klonk een beetje als onze Piet Paulus, maar maakt niet uit. In ieder geval bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei! Leuk huisje voor de comments. En ook het editwerk in verband met het uitgezoomde beeld was heel erg goed. Ik snap echt niet waarom dat mijn muis daar nou op staat. Maar ja, mandoline speech op screen tijd. Yay.